Het is denk ik goed om te beginnen met eigenlijk de vraag waarom staan we hier vandaag? Wat is het belang van 5G? Of eigenlijk, dat is het onderwerp waar ik vooral mee bezig ben in deze discussie. Wat is het belang van de multibandveilingen? Omdat we met z'n allen steeds meer data verbruiken. Die data die zitten op allerlei manieren in ons e-mailverkeer, in onze onderlinge communicatie, in streamingdiensten. Maar ook in toenemende mate in nieuwe mogelijkheden die de 5G-technologie ons gaat bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van landbouwprecisie. Om heel precies te weten op afstand wat er nodig is, bijvoorbeeld aan water of te veel of te weinig. Of bijvoorbeeld gebruik van pesticiden. Drones die gaan gebruik gaan maken van die technologie. Crowd control. We zijn met steeds meer mensen, dus het is ook van belang dat je bij grote evenementen op een snelle, adequate manier kunt reageren op incidenten. En het laatste voorbeeld wat mij gebruikte, dat je op het moment dat een ambulance arriveert bij iemand die hartproblemen heeft, dat je ter plekke een hartscan kunt doen, die dan ter plekke in het ziekenhuis beoordeeld kan worden door deskundige artsen. Dus voorzitter, het is niet iets voor de leuk, soms ook, als het gaat over het streamen van goede films bijvoorbeeld. Maar het is ook iets wat nieuwe mogelijkheden biedt, die ons als samenleving voordelen gaat bieden. En het is ook een onderwerp waar ook andere landen heel hard op aan het ontwikkelen zijn.